Neemt hij op? Ja, ik denk dat hij opneemt. Hij neemt op. Super Mario 64 gaan we lekker spelen. Deze game heb ik vroeger zo vaak gespeeld. Echt zo ontzettend vaak. Echt waar. Even hier. Ja. Oh, gewoon lekker spelen toch. Kijken, we gaan een nieuwe game beginnen. Yes! Mario 64, ik heb deze game vroeger zo ontiegelijk vaak gespeeld. Echt zo ontiegelijk vaak. Ik heb deze game al heel vaak uitgespeeld en het heeft een mooi einde. Deze game is officieel voor de Nintendo 64 uitgekomen. Daar speel ik hem niet op, nu op. Ik speel hem nu op mijn telefoon, met de emulator. Ik speel hem met de emulator op mijn telefoon. Dus ik speel niet officieel op de Nintendo 64 zelf. Het is wel een Nintendo 64 game, maar ik speel niet op de Nintendo 64 zelf, dus dat niet net niet. Dus nou, ja, ik speel hem nu lekker op mijn telefoon. Dat kan tegenwoordig allemaal met die apparatuur en wat je tegenwoordig allemaal kan met de technologie. Dus ja, ik dacht, ik ga lekker een game opnemen. Ik ga lekker een serie starten. Daarmee begin ik lekker met Super Mario 64. Dat is een hele mooie game om mee te starten. Het is echt een hele mooie game eigenlijk om te starten, yes. Yes, kijk eens. Even kijken. Ik ben hier misschien 1 minuut en 23 seconden. Kijk eens. Opnemen. Zo. Lekker beginnen. Zo, we gaan lekker beginnen, ja. We gaan lekker beginnen. Kijk eens. Wat is dan de verhaal van het game? Nou ja, Peach heeft Mario uitgenodigd om een cake te eten volgens mij, om een taart, om een cake. En nou ja, dan gaan we naar het kasteel in, maar opeens wordt er mij verteld dat Peach ontvoerd is door Bowser. En we moeten haar zo snel mogelijk gaan redden. Dus we gaan haar heel snel gaan redden. Dus we hebben allemaal je deuren en kamers en schilderijen. Als je een kamer ingaat en je hebt een schilderij, nou dan ga je de wereld in. Als je de schilderij in gaat, heb je een wereld. Dan heb je allemaal levels. Dit is de eerste level. Gaan we die even nou doen, eventjes. Kijk eens. Kijk. Dat is niet allemaal te lang. Kijk eens. Ik ben eerst de game kennen. Dat is ook een oud game, dus ja. Ik vind het een leuk game om te spelen, dus ja. Ik vind het echt een leuk game om te spelen, ja. Dus daarom speel ik hem ook. Echt een top game. Nou ja, voor dit jullie nog niet weten, mijn naam is Voerkan. Ik ben 9 jaar oud. En ja, ik kom uit Groningen. Ik ben altijd al een Nintendo fan geweest, altijd. En ja, Nintendo zit in mijn hart. Ik vind PlayStation ook wel heel vet, maar ik vind Nintendo vetter. Omdat ik, ja, dat mijn hele leven heb gespeeld. Ik ben de GameStop al gewend. Dus daarom speel ik het ook. Het gaat nog even lang duren nog. Nou, wat ik even ga doen, nou, ik heb misschien een ideetje. Als ik het even zo doe, even de snelheid even aanpassen. Kijk eens. Kijk hoe snel het gaat. Kijk eens. Oh, ik zeg veel sneller, toch? Nou, dan hoeven we niet even te wachten, we moeten toch een berg op klimmen. Ja, dan moeten we dat gaan doen, ja, toch? Even kijken, het snel even terugzetten. Ik ga hem terug snel zetten. Yes. Nou, we moeten met deze bom gaan vechten. Dit is een bom, meneer. Dit is een. En nou ja, die zegt ja, we komen met zijn trein. Ja, we gaan zijn rust verstoren. Dat willen we juist niet. We moeten hier gaan vechten. Nou, houden we hem uitdagen voor een challenge. Een uitdaging. Hoe doen we dat? Wat gaan we doen? Nou, je moet hem van achteren pakken bij zijn rug en hem de hele tijd op de grond gaan gooien. En dat gaan we doen. Goed, we moeten even rustig pakken. Ja, deze controle zou ik wacht even. Ik ga hem even pakken. Komt goed. Kijk eens. Dat is 1. Nu 1 met 2. Gaat nu goed. Gaat heel goed zelfs. Gaat nu goed. Wacht even.
die ik op mij ga focussen. En we begonnen. Nou hebben we een ster. Ja, zeker zo. Dan heb ik een beetje van Nee, ik ga deze serie allemaal afleveringen maken. Dus ik ga een serie worden op mijn kanaal. Nou ja, mijn kanaal is officieel eigenlijk. Officieel is mijn kanaal eigenlijk een muziekkanaal. Dus af en toe willen ze covers opnemen en covers gaan plaatsen. Ja, ik speel eigenlijk eerlijk gezegd meer covers. Nou ja, eigenlijk is het waar ik deze video ga opplaatsen, is het op mijn kanaal, heet Ramstein. Het is echt zo'n Ramstein kanaal, nou ja, het is een muziekkanaal waar ik al muziekcovers wil, dus van andere bands ga opnemen en erop ga plaatsen. En ik dacht, nou, daarnaast kan ik misschien ook nog gamen erbij gaan doen, dat is ook wel heel leuk. Gamen lijkt me ook wel leuk om op deze kanaal te doen, ja. Dat is ook wel heel vet. Dat is ook wel heel leuk, ja. Ja, dat ik gewoon daarnaast gamen doe, dat is ook wel leuk, toch? Ja, dan doe ik daarnaast nog gamen, toch, als jullie willen. Als je dit een heel vet spel vindt, een heel leuk spel om te kijken als een serie. Ik ga sowieso na dit serie nog meer leuke spellen voor jullie spelen. Dus ja, dan moet je zeker alsjeblieft een duimpje omhoog doen. Voor mijn eerste video is dit. Mijn eerste game video. Super Mario 64 is heet het video. Super Mario 64. Dus ik wil even weten als jullie dit een leuke serie vinden. Als ik er hiermee door moet gaan. Dus ja, als ik er heel veel duimpjes mee krijg en heel veel abonnees. Daarom wil ik het best wel heel graag voor je doen. Maar er zijn nog veel meer Nintendo games dat ik wil spelen op mijn kanaal. Dus er zijn zoveel Nintendo games. Dit is Mario 64. Je hebt ook nog Zelda Ocarina of Time. Die heb je ook nog. Die ga ik ook nog voor jullie spelen. Je hebt ook nog Legend of Zelda Majora's Mask. En wat heb ik nog meer? Je hebt zoveel leuke spellen, maar weet je wat het is? Ik speel het ook op mijn telefoon met een emulator. En niet alle emulators werken 100% perfect. Dus ik moet kijken welke game gewoon goed doet. Deze games op de Nintendo 64 emulator werken wel heel goed. Die werken wel perfect. Maar zoals GameCube en zo. GameCube werkt op zich ook wel goed op mijn telefoon. Maar het moet nog ontwikkeld worden. Dat het nog beter gaat worden. Hij moet heel vaak geüpdate worden. Dus dat kan nog even tijd duren. Totdat het echt perfect gaat werken, die GameCube spellen. Maar dat is meer, dat komt wel in de toekomst nog wel. Maar voor nu ga ik eigenlijk lekker Nintendo 64 voor jullie spelen op mijn kanaal. Nintendo 64 spellen. Nintendo DS kijk voor jullie spelen. Ik heb Game Boy Advance spelen. En Game Boy Color nog. En dat soort spellen kan ik allemaal op mijn kanaal gaan spelen, ja. Dus ja, dan gaan we hiervan een mooie tijd van maken. Die een mooie serie van gaan starten. Ja. Dat we een mooie. Hoe ik het ook zeg. Dat we hier een mooie serie gaan van maken. Als het spel afgelopen is, ga ik er dan nog een serie van maken. Welk spel? Weet ik nog niet echt. Ik denk dat ik hierna. Ja. Ik denk dat ik wel weet wat ik hierna ga spelen. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Dat verrast ik nog. Dat we eerst op deze spel gaan focussen en hem gaan uitspelen. Dan gaan we kijken welk spel ik hierna ga doen. Dus doe alsjeblieft een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En ja, als je hier bent geïnteresseerd in Nintendo spellen, dat je dat leuk vindt om te kijken, om te zien dat ik het voor jullie ga spelen, ja. Moet je het achterlaten in de reacties, moet je zeker de duimpjes omhoog doen. En moet je zeker gaan abonneren op mijn kanaal. Hiermee ga ik mijn video afsluiten. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. En ja, hierbij ga ik mijn video afsluiten. Ja, als ik straks nog een video ga maken, weet ik nog niet. Ik ga misschien wel een beetje 2 video's, 3 video's per dag uploaden. Dus ik ga even kijken hoe ik het met deze video ga doen. Dus ja, nou, bedankt nog voor het kijken. En bedankt voor het liken, bedankt voor het abonneren. Ik zie je weer heel gauw weer terug met Super Mario 64. Op mijn kanaal Voetkan Keuze. Mijn kanaal heet Voetkan Keuze. Abonneer, doe een duimpje omhoog en geniet van de serie. Vanavond